dit is de galerie van Ansel Nijboer, die in 1982 ben ik die begonnen in Laren op het Zevenend. En in 87 ben ik verhuisd van Laren hier naartoe, want dat, die afstand dat is heel, was heel moeilijk. Dus toen ben ik eerst, Ansel heeft de galerie geopend in Laren in 82, bord boven de deur. En tot nu toe eigenlijk, op mijn 74ste. Nou, hier zijn we in het halletje van de Ansel Nijboer Galerie, Art Gallery. En Ansel zelf heeft dit huisje van achter het land naar voren getrokken, met een paar boomstammen eronder. En hier heeft hij het bevestigd aan, mijn woonhuisje. Dus we gaan nu het gangetje in. Ja, het is echt de creatie van hem en het is nooit hetzelfde. Het is ook in 87 begon dat en net als een, dat groeide heel geleidelijk aan, is dat allemaal gegroeid en hij doet het nu nog. Het is bij mij ook nooit hetzelfde. Het is elke keer doe ik wat of verander ik iets. Of, net als een groot schilderij, eigenlijk zit het zo. Het is net als een groot schilderij wat niet af is, met mij erbij. Dus ik doe elke keer iets en door de jaren en door weer en wind verandert het ook constant. Dus ik fotografeer en film het altijd vaak. Zodat je dat proces van verandering kunt blijven volgen. En dus er mag ook van alles stuk of kapot gaan. Dan doe je er weer wat aan. Dus het is eigenlijk een levend kunstwerk. Alles om me heen, bij mij erbij. Ik hou van kleur. Ansel was meer van zwart-wit. Hij was meer van heel erg iemand van de essentie. Dus zwart-wit, licht-donker, net als Rembrandt. Gaat het in principe om licht-donker, goed-kwaad. En dan pas komt de voorstelling, de nachtwacht of weet ik wat. Maar hij was zwart-wit en ik was heel erg kleur. Dus ze zei ook van, door jou kwam de kleur in mijn leven. Ja, dat denken de mensen ook altijd van, het is zo wat vrolijk en zo. Jij bent zeker heel vrolijk en zo. Maar het is, als ik verdriet had of zo, ging ik schilderen, ging ik wat doen. Of boosheid, of rust, of genieten, blijheid. Je kunt elke keer je emoties omzetten in iets creëren. Dat is het eigenlijk. Dus dat je... Of als ik heel moe ben, s'avonds na mijn werk of zo, dan ga ik schilderen. Ga ik gewoon lekker wat tuttelen. Verstand op nul en wat doen. Ja, mensen roepen altijd, oh wat kleurrijk. Ik denk, ja, dat weet ik ook, denk ik dan. Dus, maar ze vinden het altijd heel leuk. Ze beginnen altijd gelijk over, maar ik probeer dan gelijk de aandacht te leggen naar de schilderijen. Daar gaat het om. Het is gewoon een show. De show must go on. Je moet een ervaring maken, een winkel. Als je gewoon een koude container hier neerzet. Ja, dat zou bij zijn werk trouwens ook kunnen. Maar je moet er een soort beleving van maken. Nou, dit is een apart huisje en hier had ik vroeger ongeveer 20 poezen in. Dus dit noem ik nog steeds het poezenhuis. Maar het is eigenlijk nu mijn garderobe en het is archief. Dus ik heb immens veel mappen en foto's gemaakt en films. Allemaal voor de toekomst, voor de historie. Daar ben ik heel zuinig op. Dus dat is heel belangrijk voor mij. En zoetjes aan komt dat een klein beetje op orde. En ik zie allemaal jurken hangen. Die heb je in de loop van de jaren heb je die verzameld? Ja, die heb ik verzameld. Alleen voor speciale gelegenheden. Dus door de week draag ik eigenlijk altijd hetzelfde om dit te sparen. En heb ik een shoot of zoals nu met jullie een film of tv, dan kies ik iets moois uit. Hier ben je in de badkamer. Achter mij is het bad. Naast mij is het toilet.
En hier zit ik altijd om op te maken. Dus ik heb hier allemaal tutumarul, oorbelletjes, stickertjes, make-up. En daar aan die wand allemaal de sieraden, tussen aanhalingstekens. Dus hier maak ik me elke ochtend op. En dat vind ik gewoon heel leuk om met allemaal dingetjes te pakken en te plakken en te doen. En dan hangen er 4 portretten van mijn overleden zusje. Allemaal hele mooie schilderijtjes van haar. Dus een beetje haar plek. Eigenlijk zit ze ook bij. Nou, hier ben je in mijn woonhuis. Het is ook galerie geweest, dat wisselde nog. Anton heeft het hele huisje gestript. Er stonden alleen de buitenwanden stonden overeind. Aan de binnenkant en aan de buitenkant deed hij balken met een pin er doorheen, zodat de wanden bleven staan. Dus alles wat je ziet is zijn werk. Het plafond, de balken. Hier was de voordeur. Die heeft hij achtergemaakt. Van een raam heeft hij een deur gemaakt. Dat is de voorkant, de straatkant. Hier was de trap voor, heeft hij dus allemaal weggehaald en zijn kunstwerk van gemaakt. En die trap is nu bij de keuken, heeft hij gemaakt. Dus het is zijn kunst. Dit is de ingang van mijn huisje en de voordeur zie je daar staan. Dus die heb ik ook weer met de nieuwe voordeur in moeten zetten. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes. Hier hangt een heel klein dingetje van mijn overleden zusje. Dat zie je niet hangen, maar het hangt er wel. Dus hier is het ook nooit hetzelfde. Ik ben elke keer nog wel dat ik ergens wat doe. Dat heb ik gekregen van een buurvrouw. Dat is nog uit Laren. Dus we doen elke keer wat. Lekker weer.